Want wie heeft die freestyle sessies bedacht? Ben jij dat of is dat zeg maar gewoon een ik had, ik collectief Ik eerlijk gezegd, geweest. eerlijk gezegd, iedereen weet eigenlijk, zelf, voordat 101 kwam, kwam ik al met die concept van hé luister dan dit en dat en dat. Serieus? Er was nog Ja, ja Rotjoch was daarbij, Jan was daarbij. Uh, Milton, Jan de Man? Jan de Man, weet je, dat was, uh, dat was toen de tijd nog uh, de manager van SBMG. Voor die tijd van SBMG heb ik het erover. Ik was naar Miami gegaan. En uh, ik had daar die De show. De Familie gezien. daar, man. Door ja, he? week binnen, bijna jaarlijks. Ja, man, Miami is top. Ik was naar Miami gegaan in '96. ik kwam terug. En ik zei van, hé, hey, er is daar een dikke show. Uh, Rap City? De basement of niet? Ja, ja, ja. Ja, Met big ticket toch? Yes, juist, die, juist. Ja, ik ken alles, bro. En ik kwam ja, ja, ik ja. vertelde het aan hun en zo, weet je. Ja, dit en dat en dat. Uh, en ja, uh, Milton, Milton en Rotjoch werkten toen nog vaak samen en zo. En ik had het verteld en dit en dat. Dus eigenlijk heeft Roger je idee gestolen. Ik weet, ik weet niet of hij het gestolen heeft, maar ik weet wel, iemand heeft het hem verteld. <laughs> ja. Iemand heeft het hem verteld in mijn ja. nauwe na, omge, na, omgeving. Ja, laten ja, we het ja. zo zeggen. Maar dat hebben ik... jullie samen nooit een gesprek gehad van, hé, hey, laten we die shit samen doen? Eigenlijk niet, okay. eigenlijk niet. Vind je dat jammer? Mm, ja, wel jammer, want uh, tuurlijk, het zijn, het zijn je homeboys toch? Die mensen komen bij je thuis vanaf klein. Dus Roger is wel echt een van je day ones, laat we het zo de zeggen. De uh, Hij was een vriend van mijn oom. Mm. Ja. Dus dat is uh, de jongste broertje van mijn moeder, zeg maar. Oké. Okay. En, en, en hebben dezelfde leeftijd. Ik ben wat ouder dan hun, maar hun waren altijd bij mij thuis. Ja. Dus uh, ja, het zijn je homeboys natuurlijk. Ja, ja, ja. Dan, dan kan het wel pijnlijk aanvoelen als je dan ziet dat hij met iets begint. Hij laat je er buiten, maar toch, hey, respect naar die man, hij doet, zijn, respect. Ding. doet zijn ding. iedereen doet zijn ding, 100%. Maar uiteindelijk begin jij ook met jouw Sonarmo freestyles. En juist. ik moet je eerlijk zeggen, voor mijn gevoel kwam je uit het niets. Ja.